Zo, mijn eerste dagboek. En ik zou je zeggen, het is zo te gek hier. Vandaag bij de training van Oranje geweest. Kijk maar even mee. Nicola Roel zit in het midden en... Schaars. Van Huntelaar. Klaas van Huntelaar. De vermoeidheid van zo'n vlucht, dat speelt ook mee hoor. Ja, en het tijdsverschil. Het tijdsverschil. Het in het ritme komen. Eigenlijk is Brazilië misschien wel gewoon in het voordeel. Eigenlijk? Ik denk dat je het woord eigenlijk kan weghalen. Vandaag zijn Freesie en ik ook nog op bezoek geweest in de fanshop van de beroemde Braziliaanse club Flamengo. Dat was echt gaaf. Hé, maar jij weet hier best veel over, hè? Nou, Flamengo heeft echt heel veel aanhangers. Ja? Echt tientallen miljoenen gewoon, dus dat is niet... Ja, dus Ajax heb je dan en Feyenoord, nou dat is hier gewoon helemaal echt niks, niks erbij. Niks. Hier. En deze beker, wat is dit dan? De winnaar van de Champions League van Zuid-Amerika. Die speelt tegen de winnaar van de Champions League. Liverpool in 81 tegen Flamengo. Als jij straks zelf op vakantie gaat naar een grote stad, daar hebben ze ongetwijfeld ook een grote voetbalclub. Ga even die fanshop binnen, want daar hebben ze ongetwijfeld een museum, of is ook zo'n fanshop waar wij nu zitten. En dan leer je meer over zo'n club. Altijd leuk. Maar wat ontbreekt er nou nog op zo'n dag? Een lekker potje voetballen natuurlijk. Dus Freesia en ik trokken ons tenue aan, de schoenen gingen uit en opeens... zagen we een paar bekende voetballers hetzelfde doen. Zijn ze klaar met trainen of gaan ze weer voetballen? Toch wel lekker, toch? Ja. When I'm feeling up, you always pick me down. When I'm alone, you got your friends around. Hey, ze hebben ook zo'n heuveltje, hè, om vanaf te Hoe noem je dat nou? Bij de... Een serviceheuvel. Ja, precies. Een serviceheuvel. Weet ze dan allemaal weer.